Doe even alsof je een tik hebt, Dirk. Ja, ja. Oh. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. We laten ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als ze maar met doekoe komen. We gaan geld roven, jongen! Vandaag neem ik het op tegen iemand die bijna net zo knap en succesvol is als ik en toevallig dezelfde moeder en vader heeft. Het is niet waar. Ik heb het natuurlijk over mijn grote broer, Dirk. Zeg het maar, broertje. Met welke weddenschap denk jij geld van me af te kunnen troggelen? Niels, broertje. Je hebt me de vorige keer zo in de zeik genomen. Ik herkende je echt niet. Ik heb een autopoetsbedrijf gespecialiseerd in... Het is nog steeds te nasaal, hoor. Ja, het is eigenlijk helemaal kut. Ik denk dat je het niet eens kunt uitzenden. Vuile teringleien. Vuile, vieze... Ik denk dat is zo'n geluidsman, jongen. Die is helemaal... Dus ik ben benieuwd. Kan je het ook bij iemand die je niet kent? Kan jij je dan voordoen alsof je diegene wel kent? En hoe lang kan jij me in gesprek houden? Dus mijn challenge is... Ga jij voor 200 euro de uitdaging aan wie het langst een onbekende aan het lijntje kan houden en doen alsof je diegene kent. 200 euro, daag ik jou uit. Nou ja, daar ben ik heel goed in, dus je kan hem beter net zo goed alvast gaan geven. Oké, we gaan dus zo lang mogelijk lullen tegen een vreemde. De inzet is 200 euro. Als kleine jongens stonden we ook vaak genoeg tegenover elkaar, dus dit is niks nieuws voor ons. Niels, ja. De spelregels. God, ik heb bedacht dat we ieder 3 keer de kans krijgen om iemand aan te spreken. Uh-huh. En degene met wie wij het langste gesprek kunnen aanknopen, die wint. Oké, dus de beste poging blijft staan. De beste poging blijft staan. Je krijgt ook een oortje in. Ik ga jou dingen in je oor toefluisteren. En voor elke taak of woord wat jij gebruikt of zegt, krijg je 20 seconden extra tijd. Duidelijk. Jij bent de pro. Ja. En ik kom vandaag net kijken. Ja. Dus jij mag beginnen. Nee, dat is heel gek. Want ik heb hier al over nagedacht. Oh nee. En ik heb een muntje mee. Zo zijn. Dus we gaan hier gewoon netjes omloten. Kop, dan begin jij. Munt, dan begin ik. Nee, we draaien het om. Ik munt, jij kop. Kut. Ik vertrouw het echt niet. Hij is verzwaard. Kop. Ja, dan ben ik. Ja, we beginnen. Ah, vindt hij leuk, hè? Nou, is goed. Ik begin. Let's go. Oké. Ja, je moet even iemand heel lang aan het lijntje houden. Ja, ik heb een paar tactieken. Volgens mij kun je gewoon doen alsof je een enorme stotteraar bent. Maar ja, je kan ook iets creëren waardoor je iets heel moois voor hem aanbiedt. Weet je wel, dat je hem een worst voorhoudt. Van, oh, wacht even. Volgens mij kreeg je nog 300 euro van me. Dan ga ik even pinnen. Loop even mee. Ja, dan kan je iemand ook wel soort van voor de gek houden dat je diegene kent. Dan blijft hij nog wel even. Oké, nou, we gaan beginnen. Ja. We staan in verbinding. Ik hoor mezelf 3-dubbel of zo. En je hebt een schermpje, je kan meekijken. Ik begin. En ik laat meteen even zien hoe het moet. Doe jij dat maar eens voor. Dat is irritant, hè? Ja. Je zelf hoort. Ja. Continu besprekingen, mag het. We gaan gewoon beginnen. Zijn valkuil is natuurlijk dat hij heel zelfverzekerd is. Want hij denkt echt dat hij dit kan. Hij kan natuurlijk ook gewoon herkend worden en is hij meteen af. En ja, er is niemand die mij hier kent, althans dat hoop ik. Ofwel, en dat ze het meespelen. Maar, nou ja, we gaan het zien. Hij is zenuwachtig. Ik ken hem, hij is zenuwachtig. daar komt de eerste. Ik heb er een. Niels heeft er eentje op het oog. Hey, dat is lang geleden. Doe jij iets van klussen? Niels, vraag wanneer zijn haar is uitgevallen. Je vertelde toen, wanneer was je haar ook weer uitgevallen? Daar had je een heel verhaal over. Ik kan dat niet... Maar doe je die klussen in Amsterdam? Ja, toch? Ja, bij het Leidseplein. Studio Korte Leidse. Ja. Zeg me wel wat van naam. Vraag of je een hapje mag. Mag ik een hapje? Nee. Ja, maar we kennen elkaar wel, toch? Dat waren wel mooie tijden altijd. Misschien is het daar. Lazy Sundays. Nee, eigenlijk was het de kuttijd, Niels. Jij vond het de kuttijd. Eigenlijk was het de kuttijd. Dat is gewoon kut. Ja, zeg dat hij er ook niet knapper op is geworden. Ik heb heel veel mensen gezien. Ja, je bent ook een stuk ouder. Ja, je bent er ook niet knapper op.
Ja. Vraag hoe het met zijn vriend gaat. Hoe gaat het met je vriend? Want dat vertelde je toen. Toch? Ja, ik weet het nog wel hoor. We stonden in dat, vlak buiten dat rokershok. Aan dat barretje. Aan dat barretje. Nee, een heel intiem gesprek gehad. Wat een goed intiem gesprek, geloof ik. Ik was aan de bar. Oh, nou, ik ben niet blijven hangen kennelijk. Nee. Ja. Oké, Jan. Bedankt. Hij doet het goed. Veel te goed. De lat is meteen hoog gelegd. Dit ging veel beter dan verwacht. Bij mijn eerste poging meteen. Het was een toevalstreffer. Je had geluk. Ja, grote broer. Laten we even kijken hoeveel bonuspunten ik heb verdiend met jouw toch wel smerige opdrachten. En de vraag of je een hapje mocht. Van zijn broodje. Ja. Dat is gelukt. Ik heb het gedaan. Geluk. Ik heb het niet gekregen. Nee, dat was allemaal kut. Dat was allemaal kut. Dat heb ik gezegd. Nee, heb je gezegd? Hij is er niet knapper op geworden. Heb je ook gezegd? Je hebt ook aan hem gevraagd hoe gaat het met je vriend? Ja, toen schrok hij ook. Ja. Heb ik dat aan hem verteld? Ja. En je hebt een heel intiem gesprek met hem gehad. Ja, nou, en iets over wanneer zijn haar is uitgevallen. Ja, dat is de laatste. Dat was ook een duim. Had hij ook gewoon gevraagd, die oude boef hier. Nou, dat zijn aardig wat extra secondes, Dirk. Oh, jezus. Ja, zeker. Dat zijn maar liefst 2 minuten bovenop mijn eindtijd. Dat is een lekkere eindscore, al zeg ik het zelf. Zie dat maar eens te evenaren, jongen. Tactiek. Ik denk dat ik iemand moet hebben die in ieder geval geen haast heeft, in zijn eentje is. Ik denk ook dat ik iemand van middelbare leeftijd moet hebben. Mensen die wat ouder zijn, die vinden het überhaupt wel leuk dat je even een praatje met ze maakt. Dus ik denk dat dat mijn tactiek gaat worden. Het is en blijft mijn grote broer en die deed vroeger alles beter. Wellicht doet hij dit ook gewoon weer beter. Hij loopt er heel eng bij met die lange jas van hem. En een potloodventer. Ja, die meneer. Oh, hij heeft al een cameraatje gespot, geloof ik. Ja, hij heeft het gezien. Hij heeft het gezien. Nee, joh. Door nee, jullie? Hij door zag jullie dat niet. Is hij nou, Dirk, hij zag het niet. Hij zag het niet, Dirk. Nee, kijk nog een keer op. Ja, ja, denk ja. Je zelf. Dirk, hij zag het niet. Nee, hij kijkt nog een nee, keer op. Nee, Dirk. Nee, joh. Te kijken. Nee, joh. Ik weet het niet. Hij staat naar die marktraam te kijken. Misschien wil hij nog bananen hebben. Daar zit hij over te twijfelen. Ja, hij ziet de kamer. Spreek hem nu aan. Mag ik u wat vragen? U bent toch de vader? Het puntje ligt. De naam ligt op het puntje van mijn tong. Zo, waar komt die stank vandaan, joh? Is dat niet. Zo, stink jij ja, zo? Ik heb best wel veel sport gedaan vroeger. Dus ik... Heeft u net vis gegeten? U stinkt zo hard? Ik zag op Facebook dat ze een kindje hadden gekregen. En ik... Hij gaat niet voor de bonuspunten. Ja, tijd gaat ook zo hard. Tijd gaat zo hard. Elke dag, maar wat zijn ze aan het doen dan? Hou maar op, Dirk. Hij wil weg. Hij wil weg. Oh. Nou, dat was de eerste. Kom maar wel. Hé, hey, dat is lang geleden. Wij kennen elkaar toch? Moet ik even nadenken? Jezus. Ja, ik ben hier ook opgegroeid, maar ik... Misschien in de kroeg of zo. Dat kan. Wij... Baks. Maar sinds wanneer heb je een lui oog? Gaat het goed? Ja, gaat goed. Gaat goed. Maar sinds wanneer heb je een beetje een lui oog? Of... Nee hoor. Nee? Nee joh. Oh. Nee, dat is gewoon... Oh, dat blijkt... Oh, nee, dat is, nee. Je hebt wel een beetje een nasale stem gekregen hoor, moet je zeggen. Dus, maar je hebt wel een beetje een nasale stem gekregen. Nasale? Ja. Het is wat de... Ja, ik ben ouder hoor. Ja. Hoe oud ben je nu dan? 34. Oké. Nou, je ziet er een stuk ouder uit. Ja, toch? Maar je ziet er ouder uit dan ik en ik ben 36. Ja. Ja. Gewoon lekker met werk. Ja. Grappig. Jullie zijn aan het filmen. Oh nee, dat hoort niet bij mij hoor. Ja, maar wat doe je ook alweer? Ik zit ook in de filmwereld. Oké. Je bent gewoon werkloos. Ja. Oké. Niet werkloos. Niet werkloos, ja, het is heel krom. Wij mogen gewoon doorfilmen. Ja. Zo, maar wat een geur, joh. Ik ruik wel een bepaalde geur. Wat heb je net gegeten? Dit? Maar wat zit erin? Zit er iets van uitjes of zo? Nee, joh. Oh. Chocola. Nou, misschien komt het gewoon van de... Maar ik denk, zeg het, als jij zo'n afspraak hebt, neem even een kou op. Nee, ik heb niks gegeten, joh. Nee, ja, naast een vis, denk ik. Ja, toch? Ja, misschien staat het wel. Ik ga naar een afspraak. Oké. Succes. Dankjewel. Ja, ik moet nog even wachten, dus ik... Helemaal goed. Ik zie het zo meteen wel. Ik hoop dat het geholpen heeft. Ik ben niet dom, hè? Dankjewel. Jongens, jullie vallen gewoon te veel op. Sinds wanneer heb je een lui oog? Die heb je gedaan? Ja. Je hebt wel een nasale stem gekregen. Ja, heb ik ook gedaan. Je ziet er wel een stuk ouder uit. Ja. Die heb je ook. Hoe oud ben je nu? Ja.
Ja. Je bent gewoon werkloos. Ja. Ook gedaan. Ja. Goed hoor. Ja. Wat heb je net gegeten, joh? Wat een geur. Die was wel grof. Ja. Wel leuk geprobeerd, Derek. Maar we komen op een totaal uit van 5 minuten. En ja, dat is nog steeds niet beter dan mijn score. Hier met de muts, hè? Met die muts. Die is aan het eten, Derek. Hey, hoe gaat het met je? Ja? We kennen elkaar, toch? Spreek je Engels? Ja, yes, yes. Engels? What is it? Yeah, good, good. How are you? I'm good, yeah. Yeah, yeah. You're still here. Still here, yeah. Have I met you before? Yeah, yeah, I think last summer or so. Really? Why are you painting the dog? Why are you painting the dog? Why are you painting the dog? Huh? I just got here in October. In October? Yeah, but I think in the first couple of weeks you arrived. I think I spoke you here. Doe even alsof je een tik hebt, Derek. Really? I don't remember. Yeah? Oh, where are you from? Australia. Australia. You want to go out for a drink with me? Well, maybe when the bars are open again, we can go have a drink somewhere. Oh, for sure. Yeah. Sounds good. Yeah. Australia is very boring, so I understand that you live here. Yeah, for me, I only have been, I have family in Australia, and I've been there for a couple of days, but it was really boring. Was it? Yeah, so. Why are the koalas always sitting on a skippy ball? But why are the koalas always sitting on the skippy ball? On what? Why are the koalas always sitting on the skippy ball? Skippy ball? Yeah? What's that? You don't know that? I've seen it. Skippy ball. Are you still waiting for your girlfriend? I'll meet her back at the house. Okay, yeah. Okay. Is it still so expensive in Australia? Because the money grows not at my back. But is it still so expensive in Australia? Oh, I find it pretty expensive here. Ga even rochelen. I'm sorry. Something in my throat. Ja, en even nu je neus. Neus peuteren. Thank you very much. Good and I, we will see each other again. Yeah. Sounds good. Thank you. Thank you. Okay, bye bye. Nou, Derek. Dit ging echt heel goed. Ja, ik word steeds beter. Ja, je bent steeds beter. Je hebt er wel gevoel voor. Ja. Zullen we gewoon even de opdrachten doornemen? Jij hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opdrachten vervuld. Yes. Echt heel goed. Eerlijk is eerlijk, dat heb je heel goed gedaan, Derek. Maar ja, daar kom ik natuurlijk makkelijk overheen. Nou, wacht, ik ga het gewoon proberen. Wij kennen elkaar toch? Van, je woont toch hier in de buurt, of niet? Daar. Oh ja, nee, ik woon hierachter. Vraag of het de boswachter is. Waar hebben wij dan elkaar in de bos, bij die excursie? Je bent niet de boswachter. Je bent wel boswachter. Niet. Waar is dat dan van, joh? U weet het niet? Heeft hij zijn lasbril op? Nee, niet met een lasbril. Nee. Niels, doe een squat. Doe een squat. Even denken, ja, ik moet dit even weten, hoor. Ja, dat is in de tijd van Stalin. Of daarvoor nog. Ja. Maar het zijn echt allemaal vieze dictators, die Russen. Ja, dat zijn allemaal vieze dictators, die Russen. Hè? wat vindt u van Poetin? Is ook een vuile oplichter, die Poetin. Poetin is ook een vuile oplichter, hè? De boel. En nu ook, als ik zo naar u kijk. Nee, ja. U wil dus niet naar mij kijken. Nee. Ja. Of dit zijn jaagoutfit is. Het is niet uw jaagoutfit. Nu weet je dat een heel... Een push-up, Niels. Een push-up. Ik heb het koud. Ik doe even één keer dit, hoor. Zo. Het is koud. Ik moet het even opwarmen. Doe je broek even open, Niels. Dat je te veel gegeten hebt. Ja. Oké. En ik zie je wel... Ja. Kunt u uw hoed... De kapsel... Ja, misschien dat ik het dan weet. Als ik... Ja, grijs haar. Ja, jammer. Lastig. Joh. Ja, je bent een heel eind, maar dit was het. Nou, Niels. Ja. Dat was niet slecht. Nee. Maar is het goed genoeg? Dat is de vraag. We gaan kijken. Ja. Oh jee. 1, 2, 3, 4, 5. Helaas. Nee. 6, 7, 8, 9. Oei.
9? Ja. Heb ik er echt 9? Ik wil tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Het zijn er 10! Het zijn er 10! Ja, dan heb ik gewonnen! Ja, we moeten mijn ding nog even natellen, want dat klopt niet. Dan heb ik gewonnen! Nou broertje, hier is het geld. Maar het was me dubbel en het was waard om jou zo te zien ploeteren met al die opdrachten. Ik had er misschien nog wat meer voor over gehad, maar ik vind het goed zo. Nou, ik vind eigenlijk heel eerlijk gezegd dat jij het ook heel goed hebt gedaan. Dus pak 100. Die andere 100 mag je houden. Van je, jongen. Dan gaan we samen even... Dankjewel. Een hamburgertje eten. Ja, precies. Lekker. En je neemt het een stuk sportiever op dan vroeger, dat wel. Ja. Daar heb ik nu al langer controle naar mijn hoofd gekregen. Maar ik ben ook wat ouder geworden. Ja, en dikker. Ja, maar ik krijg je volgende week wel weer, joh, met iets anders. Maakt niet uit. Nou, in ieder geval bedankt voor de challenge. Ik heb van genoten. Laat even weten of jullie toevallig nog een leuke challenge voor ons hebben. Je kan ons uitdagen, hè? Dus zet het gewoon even in de comments. En wie weet zit jij volgende week wel hier in Geldrovers. Bedankt voor het kijken. Abonneer even op het kanaal. En tot volgende week. Later! Volgende week nemen we het op tegen Milan Knol en Dutch Performante. 410.000. Hoe duur is de heli? 2,3 miljoen. En zien we de rijkste vrienden. Dit is echt heel tof, Enzo. Fijn dat je er bent.